Hoe belangrijk was deze tijdrit als een test richting de Tour? Heel belangrijk, omdat het voor de meeste renners die de Tour rijden ook de laatste tijdrit is die ze rijden. Dus ja, dit was voor ons de belangrijkste test voor Kopenhagen. Drie man bij de eerste zeven, ben je wat dat betreft tevreden? Ja, het zeker wat betreft Primoz en Jonas op zo'n vlak parcours met best wel wat wind op het moment dat zij reden. Hebben zij denk ik heel goed gedaan. En Wout heeft het natuurlijk ook heel goed gedaan, maar de teleurstelling overheerst nu wel. Ja, dit was een hele lange vlakke tijdrit, toch wel iets anders dan in de Tour. Niet echt meteen het terrein van jullie mannen. Nee, zeker niet. Maar goed, we weten ook wel dat Primoz en ook Jonas van vorig jaar dit kunnen. Vorig jaar in de Tour waren de tijdritten wel wat lastiger. Maar ja, daar deed Jonas het ook heel goed. Dus het is zeker niet dat hij helemaal weggereden zou worden hier. En eigenlijk doet hij het gewoon heel erg goed, vind ik. En we hebben ook nog het vertrouwen dat hij gaat groeien de komende weken naar zijn topvorm in de Tour. Want als je nu gaat kijken op hoeveel procent staan een Roglic en een Vingegaard op het ogenblik richting de Tour? Ja, vind ik moeilijk te zeggen in percentage, om dat in percentages uit te drukken. Maar in de trainingsopbouw hebben we nog zeker niet alles gedaan wat nodig is. Daar gebruiken we deze Dauphiné voor en daar gebruiken we de weken in Tignes nog voor. Dus we hebben nog wel zeker het vertrouwen dat ze kunnen groeien. En dat maakt op zich deze prestatie wel heel hoopvol. Ja, als we Wout van Aert gaan kijken, jullie hebben hem al eens gepresenteerd als de man die alles kan. Ja, zo is hij zich ook weer aan het laten zien in deze Dauphiné. Ja, eigenlijk trekt hij de lijn door van vorig jaar. Hè. Dus hij sprint mee, hij kan op lastig terrein mee. En ook in de tijdritten is hij denk ik bijna de evenknie van Ganna. En we werken er keihard aan om hem nog te gaan kloppen. Hij was zwaar teleurgesteld, begrijpelijk. Hij had Ganna vandaag kunnen pakken. Ja, het is niet gebeurd. Ik denk gewoon dat Wout een super goede tijdrit heeft gereden. Had natuurlijk het nadeel van de veranderde weersomstandigheden. Maar ja, dat heb je als je leider bent. In tegenstelling tot als je heel vroeg start. Aan de andere kant levert hem dat wel weer het geel op. Dus dat is heel erg mooi. Maar dit was een moment geweest om hem te kloppen. En helaas is dat niet gelukt. Ja, gaten van Ganna verliezen is geen schande. Maar Ganna verslaan, ja, dat is juist iets heel moois. Ja, maar geen schande, daar heb ik nooit zoveel mee. Je wil gewoon winnen. En ook al is Ganna nu de beste van de wereld, dan willen we van hem winnen. Dus tweede plaats is gewoon heel zuur.